lipstick junkie debunked the all-in-one. She came back wearing a smile, looking like someone drove me that wanted to. Dit was heel bijzonder. Matthew Steenvoorde die bracht een hele grote familie mee uit Den Haag. Maar Mats van Huygenvoort heeft het nog eventjes overtroffen door familie en heel veel vrienden. Die hij schijnbaar ook al heel erg lang heeft meegebracht. En die zijn natuurlijk van harte welkom. Maar we zijn wel eventjes naar onze persruimte gegaan om even wat meer ruimte te hebben. Wel hartstikke leuk dat er zoveel ondersteuning is van familie en vrienden. Nee, ik vond het belangrijk dat mijn vrienden en mijn familie erbij waren. En ze kennen mij van kleins af aan. Mijn vrienden kennen me van kleins af aan. En ik vind dat ze bij deze dag gewoon bij moesten zijn. En dus ze zijn er ook gelukkig allemaal. Mogen wij dat hier in het Westen scharen onder Brabantse gezelligheid? Ja, zo kun je het zeggen, ja. Ja, maar ja, ik voetbal al 4 jaar bij Feyenoord. Dus ik ben ook wel een beetje Rotterdammer, om het zo te zeggen. Ja, maandag ga je mee met trainingskamp naar Marbella. Wat verwacht je ervan? Ik weet eigenlijk niet wat ik van moet verwachten. Ik verwacht wel een heel zwaar trainingskamp. Ik ga mijn best doen, ik ga me laten zien en ik ga de trainer ook proberen te overtuigen van mijn kwaliteiten. En het is natuurlijk hartstikke mooi dat ik erbij mag zijn en ik ga er ook van genieten. Hoe zou je me als speler willen omschrijven? Nou, een speler die weet wat zijn taak is. Een verdediger die altijd nogmaals zijn taken uitvoert. Die zeer geconcentreerd is. Ik heb dat ook net verteld tegen hemzelf. Hij is vanaf minuut 1 tot minuut 93 is hij geconcentreerd. Dus je zult hem nooit betrappen op een momentje van verslapping. En daarnaast zijn taken, wat ik al zeg, uitvoert. Technisch, tactisch goed onderlegd is. Fysiek nog enorm moet doorgroeien. Zijn stappen daar nog in moet maken. Maar dat zal niet aan hem liggen. Hij zal niet. Was zijn eigen top, zal hij altijd halen. Ja, straks ga je naar huis, wordt het een klein feestje, want het is hier al druk. Ja, klopt. Ja, ik ga met vrienden wat eten en vroeg naar bed, want ik moet morgen weer trainen natuurlijk. Dus ik moet fit zijn.